Ik zie zo goed. Je gaat het zo goed. Ja, oké. Okay. Max, je moet even wachten, maar dan moet nog even in de make-up. 1,5 meter, wacht even, ja. Oké. Zo, poeders voor de glimmende hoofd. Haar even lekker. Zo. Max, je kan hoor. Ze kan de vuur. Hey, we woners van Scherenlo. In Appingedam, ik heb gehoord jullie zitten, we zijn alle in het huis vast. En ik dacht, ik als koningin kan misschien een hart onder de riem steken voor jullie. Zo zeg je dat toch? Hart onder de riem? Of is het nou riem onder het hart? Ik weet het niet, maar ik wil tegen jullie zeggen dat jullie het zo goed doen samen in huis met die corona. We weten allemaal niet wat het is. Wat is corona? Ik weet wel, je krijgt misschien een loopneus, je gaat hoesten. Ik heb gehoord dat misschien mensen het koud kunnen hebben. Misschien is dat iets waar je een oplossing voor kon vinden. Ik heb gehoord iemand doet er goed, een goed zijn best daarvoor. En ik wilde even laten zien aan jullie hoe dat gaat. Ik ben trots op jullie, hou vol. Willy, kan jij even dat filmpje erin doen? Willy? Ja? Oké. Okay. Ik vind het zo leuk. Ik krijg zoveel post met deze mensen. Want weet je wat het is? In de coronatijd mensen weten weer ineens. Ze kunnen post sturen. Wat is dit dan? Dit is echt een leuk kaartje. Dat is leuk. Ik wil een knal in de lijf aan. Je slaat. Ben gaan. Dat is echt een leuk kaartje. Uit Scherenlo. Ik heb gewoon een leuk kaartje gekregen. Dankjewel. Dit is echt geweldig. Ach, ik moet ook nog een kaartje terugsturen naar jou. Ach ja. Wat mensen wel niet bedenken in deze tijden van corona. Normaal, jij kon gewoon naar de sportschool en lekker fit blijven. En nu moet je dat thuis doen. Ik hoor iemand bij jullie had je het ook gedaan thuis. Laten we gaan kijken. Willy, kan jij even de film? Even een filmpje. Willy. Hello everybody, welcome by Marcella Movements. We have today a special home edition because everyone is at home. A Corona edition. Look around, take some tools to work with. And we do one simple training. Come on guys, we do it together. We do a kick and kick and kick and kick and really good. I say Marcella Movements. Train hard, work better. See you soon at home training. Bye! Een kalkoen wordt gekenmerkt door zijn bronskleurige, iriserende verenkleed en een naakte rode kop met vleesige blauwe en rode lellen. Een volwassen kalkoen gaat in Appingedam regelmatig naar de supermarkt voor zijn lievelingskostje. Op zijn lijstje staat mokkabonen, mokkaboter, mokka spaghetti, mokka pudding, maar bovenal mokka taart. Niet te verwarren met slagroomtaart. Aan alle inwoners van de gemeente Groningen, jullie doen het supergoed. Dus dat is ook in Scherenlo, hè? Iedereen doet het goed. Jullie blijven binnen, jullie houden aan de regels. Raadsvergadering. Houd 1,5 meter afstand. 1,5 meter afstand is de norm. Ja, dat is wel echt waar. Ik heb gehoord, iemand leest de hele dag voor bij jullie. Uit de krant, dat is handig. Hoef je zelf niet meer te lezen, kan je lekker luisteren. Op je stoel zitten en luisteren. Wat doe jij het goed, zeg? Ik ben echt blij. Dit wil ik dan maar eens, de krant voor het lezen. Nee hoor, ik moet het allemaal zelf lezen. Gaan we eens even kijken wat er nog meer gebeurt bij jullie. Willy, kan je eens een filmpje? Hallo, bonjour.
Bonjour, ik ben Frans de Visman. Ik hou van vissen en van aquariums. Bon, 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 aquariums, ik hou ervan. Maar ze mogen niet lekker. No, 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 geen lekkende aquariums. Ik hou er niet van, want dan krijg je ongelukken. Ik ga de vissen de vandoor in de andere wateren. Daar hou ik niet van. Dus Fransman zegt de Franse visman. Adieu, au revoir, ciao. Dingetje, ik klik je. Dat is toch heerlijk, lekker sigaret inklikken. Willy en ik doen dat ook altijd, dus echt fijn. Weet je wat ik ook dol op ben? Ik hou echt van katten. Kijk, allemaal katten, deze schattig. En hier een grote kat, hè? Zacharias, een grote kat. Is eigenlijk een leuk paard. Maar een grote kat, ik vind het geweldig. Ja, en eigenlijk hou ik van alle flora en fauna. Kijk, bloemen, katten, ik vind het allemaal geweldig. En weet je waar een katje van houdt? Katten die jagen graag, hè? En katten jagen graag op een mooie kraanvogel, kijk. Nou, Willy, ga je volgende filmpje laten zien. In Appingedam is zij een mooie schone dame, handtasje, hoedje. Maar in Beden is zij omgetoverd tot een boerin en staat zij met haar voeten in de kleien. De betovering is schitterend. Zeg anderhalf meter. Kom je in mijn ora, bitch? Anderhalf meter. Anderhalf. Ik zeg anderhalf meter. Kom je in mijn ora, bitch? Anderhalf meter. Hey, zij. Als je kijkt. Wat hebben jullie? Het is toch leuk? Is het een lol? Jullie doen leuke dingen. Ach, ik wou eigenlijk dat ik ook bij jullie zou wonen. Zo gezellig. Ach, ja, lekker zin. Wat hoor ik nu? Ik is zo aanstekelijk en lach. Ach, ik mis die zo. Weten jullie het nog? Ja? Zij is natuurlijk nu in haar eigen huis. Zij is even niet meer bij ons. Maar wij missen haar echt, hè, door die lach. Wij worden zo vrolijk altijd van haar. Nu was ik een beetje verdrietig, omdat zij er even niet meer is. Waar kan ik dan blij van worden, nu? Ik hoor iets. Is dat misschien de muziek? Mijn corazon gaat aan. Laten we even kijken. Waar is de muziek? Laten we gaan kijken. Ik hoor hier het muziek vandaan komen. Laten we eens gaan kijken. Kijk eens naar die dingen. Het is een soort Messi is. Zo goed kan je voetballen. Het gaat heen en weer. Wauw, zo, kijk eens gaan. Beste bewoners van Sierra, het is nu alweer voorbij. Dit waren eigenlijk alle verhalen die jullie met ons hebben gedeeld en wij zijn zo blij daarmee. Jullie hebben echt leuke dingen. Doen jullie mooie mensen. En ik hoop dat jullie blij zijn met dat wat wij voor jullie hebben gemaakt. Ik wil jullie ontzettend bedanken. En oh god, nee, is dat zo laat? Ik moet echt naar mijn favoriete programma. Het is The Flying Doctors. Ik weet dat een van jullie ook fan is van Rebecca. Ik ga nu Flying Doctors kijken. Oké, adios, adios. Rebecca, ik kom eraan. Adios, zet uit, jullie. Ik moet er goed bij kijken.